De 54-jarige Adis Ganesh is gisteren levenloos in zijn auto aan de Kasaba-Olloweg aangetroffen. Ganesh had eerder op de dag bij een Shell-shop remolie besteld. Zonder hiervoor te betalen liep hij weg en dronk de vloeistof op. Daarna reed hij met hoge snelheid weg en aan de Kasaba-Olloweg is hij tegen een pand opgereden, wat hem waarschijnlijk fataal werd. Het motief van de daad is nog onbekend. Het lijk van de man is in beslag genomen. Indien blijkt dat hij aan de gevolgen van de ingenomen remolie is komen te overlijden, zal hij niet worden gerekend tot een verkeersslachtoffer.